Er hebben een aantal slachtoffers zich bij ons gemeld over een nieuwe zedenzaak. En dat gaat in dit geval om de filmregisseur Cas van der M. Een filmregisseur uit het verleden die voornamelijk veel kinderfilms maakte en waarin ook veel kinderen meespeelden. Maar dan niet alleen om scènes op te nemen. Hij is jarenlang getrouwd met iemand die iedereen wel kent. Leni het Hart kennen we natuurlijk allemaal uit de Zeehonden Kers Pieterburen. Tot 2014 daar werkzaam en nog altijd zich inzettend voor zeehonden. Wat ze fantastisch doet, dus daar geen twijfel over bestaan. Maar ja, wel getrouwd al die jaren met iemand die kinderen misbruikt. Ik heb haar natuurlijk eerst even gebeld met de vraag, dit is wat we ontdekt hebben, dit is waar de mensen mee zijn gekomen. Wat is jouw reactie? Het was eigenlijk haar eerste reactie, even heel letterlijk gezegd, shit. Wat moeten we hier nu mee? Dit had ik niet verwacht. Ik wilde toch even te raden gaan wat het beste was om te doen en zou mij terugbellen, maar dat heeft ze niet meer gedaan. Dus daarop zijn wij naar Termunten gegaan, in de buurt van Delfzijl, tegen de Duitse grens aan, waar wij thuis hebben opgezocht. En daar reageerden ze nogal verrast. Kars die zorgde ervoor dat hij op de set zich altijd aan de regels hield. Dus scènes repeteren, scènes uitvoeren, that's it. Misbruik vond eigenlijk alleen plaats op momenten ervoor of daarna. Hij nam kinderen mee weekendjes weg in zijn camper of naar een restaurant of naar een dierentuin. Zogenaamd om als groep kinderen een band op te bouwen. Maar ja, goed, dat doe je niet door met elkaar het bed in te duiken als er nogal een leeftijdsverschil tussen zit. De loop der jaren er zijn verder geen aangiftes meer geweest. Hij is natuurlijk één keer veroordeeld. Maar goed, hij was in die tijd zo'n belangrijk figuur in de filmwereld. En al die kinderen waren zo klein dat ze niet durfden te praten of niet konden praten. En er zijn echt even wat jaren overheen moeten gaan totdat ze op dit punt zijn gekomen. En doen dat ook omdat ze nog steeds last ondervinden. Hè? Het moeite vinden om intimiteit met iemand te hebben. Of iemand die geen papieren zakdoekjes kan verdragen. Omdat daar het een en ander mee werd afgeveegd in die tijd. Hij heeft ook slechte herinneringen aan. Dus dat is de naschok die mensen nu nog steeds voelen. En er zijn verhalen, maar ja, daar zijn verder geen bewijzen voor. Maar dat zijn verhalen die nog steeds gaan. Dat in ieder geval tot 2010 nog steeds aan kinderen heeft gezeten.